toen we merkten. Maar ja. Misschien hadden we binnen een maand wel ruzie gekregen. Over ons werk. Of Hotel Dendermonde. Dat is ons tenminste allemaal bespaard gebleven. Ik zou niks liever willen dan ruzie met jou hebben. Echt veel beter dan dit. Oh, sorry. Ik wist niet dat jij... Je bent te vroeg. Hij is nog niet dood. Hij slaapt. Denk je nou echt dat ik wil dat... Doe niet zo schijnheilig. Je hebt het nergens anders meer over. Dat is helemaal niet waar. Ik... Loop maar weg, ja. Voor de waarheid. Ordinaire aasgier. Dat neem je terug. Denk je soms dat ik geen verdriet heb om Arthur? Jawel, krokodillentranen, ja. Omdat hij gewoon zo sterk is. Hoe kun je dat nou zeggen? Wat ben jij keihard, zeg. Roos, ben je helemaal gek geworden? Roos. Die klap voel ik straks ook. Ja, dat is ook geen wonder dat ik hem niet kende. Hij beweert altijd dat hij Che heet. Che? Che, ja. Een soort bijnaam. Het is een soort wereldverbeteraar. Ik kon me al niet voorstellen dat hij in het echt zo heette. Hij mag dan wel een wereldverbeteraar zijn. Kennelijk hecht hij toch wel waarde aan conventies. Mag ik deze gegevens even overnemen? Nou, dan moet ik wel weten waar u die gegevens voor nodig hebt natuurlijk, hè? Omdat meneer Asalaya geen recht meer heeft op studiefinanciering. Nou, je moet het helemaal niet zo kwalijk nemen. Het is voor haar ook niet makkelijk. Wat wil je zeggen? Het is toch voor niemand makkelijk? Voor mij niet, voor Arthur niet, voor jou niet. Nee, dat weet ik. Rustig nou maar. Je kent Roos, toch? Die gaat je binnen de kortste keren duizenden excuses aanbieden. Het is allemaal zo zinloos, dat geruzie. Moeten we dat beetje tijd dat we nog hebben zo vergallen? Lieverd, je hebt zo meteen alle tijd om het weer bij te leggen. Jij ook. Blijf nog maar gewoon leven. Ik zou me toch alleen maar schuldig voelen. Hoezo? Was hij niet eens met je aanpak? Hij wilde mijn aanpak niet eens horen. Hij belde vanmorgen doodleuk op dat hij een andere advocaat had gevonden. Nou ja, zeg. En zei hij nog waarom? Ja, wat denk je? Janine en de laster praat natuurlijk. En het wordt nog veel erger. De Vries en Sans hebben me ter verantwoording geroepen. Vanwege alle negatieve publiciteit. Wat vervelend voor je. Ik zou die klant in elk geval maar flink laten betalen. Ja, er is al een gepeperde rekening onderweg. Maar ja, daarmee ben ik natuurlijk niet uit de problemen. Hé, hey, Laura. Hoi. Robert, even tussendoor. Er doen 16 mensen mee voor het cadeau voor Janine. Dus we kunnen toch kopen wat jij voorstelde. Hou jij je nou bezig met het cadeau voor Janine? Terwijl zij mijn carrière aan het verpesten is. Betekent dit dan dat je toch gaat? Kom op, Laura. Janine is nou helemaal een collega van ons. Stoor jij ons niet als wij een privégesprek hebben? Laura, ik had het eerst even met je willen bespreken, maar ik heb simpelweg de tijd... Ik dacht dat wij het er al uitgebreid over gehad hadden. Maar nou ik dit hoor, straks ga je ook nog ceremoniemeester worden. Ik kon toch ook niet weten dat jij problemen zou krijgen vanwege dat artikel? Alsof het artikel al niet erg genoeg was. Ik wil gewoon... Nee, ik eis. Ik eis dat jij niet naar die bruiloft gaat. Nee, maar je vindt het niet te. Te? Nee joh, ik vind het juist hartstikke leuk. Het is hartstikke goed gelukt. Gelukkig. Oh. Oh man, ik moet nog zoveel doen. Ja, ga maar doen. Ik pak die boodschap wel uit. Je zou het wel heel erg druk hebben. Maar ik wil jou even feliciteren. Dankzij jouw fijne artikel in de krant loopt er nu klanten bij mij weg. En moet ik me verantwoorden bij het hoofdkantoor. Dus als ik jou was... Zo, nou, dat nog. Ze is kwaad. En terecht. Ja, nou, als je me alleen maar af kunt vallen, dan kun je beter gaan. Oké. Okay. Nou, sorry. Ik dacht dat je hier was om me te helpen. En dat ben ik ook. Ja, ik moet morgen trouwen. Er moet nog zoveel gebeuren. Dat met Laura, dit is me echt even te veel nu.
Ja, je hebt haar genadeloos afgemaakt. Ik vind het logisch hoor dat ze zo reageert. Ja, en nou, ik weet dat je vindt dat ik te ver ben gegaan. Dat was ook echt niet mijn bedoeling. Maar kunnen we het alsjeblieft even laten rusten vandaag? Als jij belooft dat je er nog een keertje over nadenkt, je hebt iets goed te maken. Oké, goed, beloofd, maar eerst trouwen. Ja? Hier, kijk, wat vind je van de tafelschikking? Waarom zit ik naast Jeff? Vind je het niks? Ik heb geen zin om de hele avond over mijn werk te praten. Nee, nou ja, je mag veranderen wat je wil. Zoek maar uit naast wie je wil zitten. Die staat niet op de lijst. Nee. Ik vind het ook verschrikkelijk dat Daniel er niet bij is. Nou ja, als ik zelf medelijden krijg, dan denk ik wel even aan Arthur. En aan Jessica. Ja. Nou, kijk nog even. Er is vast wel iemand te vinden naast wie je het een paar uurtjes volhoudt. Ja. Nou, prima hoor. Zet mij maar naast je. Maakt me niet uit. Echt? Ik moet wel een beetje stil zijn. Dat zag ik aan het arm soms. En wat er nog? Als je ons maar niet het gymlokaal in ziet gaan. Nee, dat is waar. We hebben niks te vrezen. We lopen gewoon. Gewoon. Kom jij eens hier, jongeman. Oké, we moeten de wijn inleveren. Mocht die willen. Wat is er? We zijn op weg naar een feestje. Toch niet toevallig op weg naar een bruiloftsfeestje? Nog gefeliciteerd met je huwelijk, Jay. Of moet ik nu meneer Azalea zeggen?